Ik ben er zeer fier op. We waren er al achter gekomen op het eerste oefenkamp dat het een enorm talent was. Nadien hebben we het ook bewezen dat hij direct op het hoogste niveau mee kon spelen, zelfs in de finales van bijvoorbeeld Ronde van Vlaanderen, Montreal, de Ronde van België, noem maar op. Hij heeft het seizoen eigenlijk kleur gegeven. En dat is denk ik een terechte keuze. Nee, eigenlijk niet. Ik wist eigenlijk niet dat de prijs bestond. Maar het is wel aangenaam natuurlijk om een keer een algemene sportprijs te krijgen. Dat is iets anders dan de klassieke wielerverkiezing. Het is sowieso een erkenning omdat onze ploeg altijd zwaar inzet op jeugd. Bij Tiges is het enorm snel gekomen. En ik denk dat het een beloning is voor wat onze ploeg al jaren doet. Dat we eigenlijk de beste jonge atleet van het jaar hebben. Oh, misschien omdat het bij mij echt een doorbraak was. Omdat ik echt bij het grote publiek nog niet bekend was. En wielrennen wel een populaire sport is ook in België. Hij is inderdaad voor een sponsor als Lotto een ongelooflijke bekroning op eigenlijk een jarenlang ingehouden werk om altijd te gaan voor de grootste jonge talenten van het wielrennen in België. Vandaag nu met Tiges Benoot. Dit is echt een bekroning op het werk dat we jarenlang doen om te geloven in jonge wielrenners. Ik zou zelfs meer durven zeggen, het is een zeer vroeg kerstcadeau voor de Nationale Loterij. Ja, om te winnen is die jongens zoals Jurrit Tielemans en zo, die toch ook wel een mooie prestatie neerzetten en hoog niveau is dat wel leuk. Ja.